Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Sniper Elite 3. De video hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering hebben we natuurlijk zo goed als iedereen vermoord in dit stukje. En dat ging niet helemaal volgens ons plannetje. Maar ik hoop dat dit nu, wat we nu gaan doen, wel volgens ons plannetje gaat. We moeten namelijk de code zien te kraken. Er lopen alweer mensen. En de code heeft de persoon die hier verderop zit. Oh, oké, die vent die ziet me in ieder geval. Lekker handig. Daar staat er één. Daar staat er één. En daar zit er één. En we gaan dus weer verder waar we gebleven waren. Dus vind je deze scene al leuk, mensen? Ram dan natuurlijk zo'n kaart op de like-knop. Want het helpt mij enorm. Zo. Kijk, ze hebben mijn schot niet gehoord. Ze weten niet waar ik ben, maar ze rennen weg. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Ren maar voor me weg, jongens. Ren maar voor me weg. Oké, zet daar een sniper. Zag je hem? Zag je hem zitten sniper boven dat gebouw? Oké, top. Dan moeten we hem heel veel gaan zoeken. Oké, die sniper moeten we in de gaten houden, jongens. Oh, lucky bastard die je bent. Doe het dan. Doe het dan. Nee, je durft niet, hè? Voorzicht. Hij is hier irgendwo. Op rotte, maat. Oké. Maar we moeten dus een beetje voorzichtig spelen. We kunnen beter ook dit lichaam even oppakken. En even een stukje meenemen. Want anders ligt hij daar zo in het open veld. Dus doei, de ballen. Yo. Ik weet niet waar dit naartoe leidt, by the way, deze gang. Maar dat zie ik ook vanzelf wel. Waar leidt dit naartoe? Oh, hier naartoe. Oh, hier hebben we iedereen al vermoord. Oh, dat is handig. Hier hebben we iedereen al vermoord. Dus we kunnen net zo goed via deze kant gaan. Kijk, heel veel op de map waar we precies naartoe moeten. Ja, oké. Het zit hier. Daar is nog iemand. Daar ergens op het dak zit te snijpen. Kijk, hem. Zie je hem? Die moet even in de gaten houden. Oké, daar ziet me ook. Als er een vliegtuig overkomt, dan kill ik die sniper. Ja, want dat is de persoon die me net ziet namelijk. Ah, dat vliegtuig was niet hard genoeg. Hij maakte niet genoeg geluid, man. Op zich staan niet heel veel mensen nog. We hebben er sowieso een paar vermoord. Even denken. Ik denk dat ik even wacht op een vliegtuig. Je zal vast en zeker zo meteen nog wel overkomen. En dan kan ik die vent killen. En er komt er een. Weet je wat? Ik knal ze gewoon af. Ik heb er geen zin meer in. Geen zin meer om te wachten. Want mijn geduld is op. Er staan toch maar drie enemies. En die zijn door hun kop geschoten. Zoals je hier ziet. Ah, oh, die kogel was pijnlijk, jongen, die hij in zijn kop kreeg. Holy shit. Jammer, vriend. Volgens mij is deze in zijn schouder ergens. Of is een long. Of nee, gewoon door zijn hoofd heen. Wat een aim, wat een aim. Op! Er zit er ook nog een achter me, man, heb ik door. Waar zit die andere? Oh, die andere zit ook achter de muurtje. Ah, oh, deze hard, jongen. Deze vet dat aim, man. Ik ben niet veilig. Dat ben je niet. Wacht even, er zit nog iemand achter me. Kijk daar. Ik heb hem helemaal niet gezien, joh. Ik weet ook niet waar hij opeens vandaan kwam, maar hij had er zin in ieder geval. Oh, wacht, even reloaden hoor, jongens. Doe de Loki's. Niet doen, vriend. Gewoon niet doen. Kijk welke kogels ik op je afschiet. Wat wil jij doen? Die is dwars door je ogen heen namelijk. Wat wil jij doen? Oké, iedereen is down, jongens. Ik wist dat er niet meer zaten. Dus vandaar dat het ook wat makkelijker was natuurlijk ons te killen. Er zitten er nog wel een paar achtermoorden. Johan, watch over this place while I'm away. I have a bad feeling that trouble may be approaching. The combination for the HQ safe has been attached if its contents are needed. Guard it with your life. Alert me if a desert ghost is near. Help will be on its way. Oké, we hebben dus nu de combinatie van de safe. Ik moet alleen heel veel kijken. Ik wil hier eigenlijk even naar boven gaan. Want er lopen hier nog meer vijanden. Waar ze precies zitten, dat weet ik niet. Dus ik wil heel veel kijken. Die sniper die ligt hier toch dood. Dan kan ik net zo goed even zijn ammo meenemen.
Want ik hoor nog meer mensen. Ik weet niet of jullie ze horen. Ik weet zelf ook niet precies waar ze zitten. We moeten wel die kant op. Dus laten we dat maar gewoon doen. Ja, la 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 la. Alle tijd. Alle tijd. Ik ga even hem doorzoeken. Ik heb even wat meer ammo nodig, man. Oh, hij heeft helemaal niks. Handig, man. Handig hoor, lul. Heb jij nog wat? Yay, woe. Ammo. Heb jij nog iets? Kom op. Dat heb je wel, man. Dat heb je wel. Oh, hij heeft niks. Oké, laat maar zitten dan. Oké, we moeten hier regroupen. Met onze maat. En er staan hier nog vijanden. Waar staan? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb zo goed als iedereen vermoord hier, dus... Brouwer. Ik zal wel iedereen hebben. Brouwer! Waar ben je? Oh, daar, boven de toren. Uh-oh. Uh-oh, Brouwer! 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 You see? Didn't I tell you? Oh, fucking hell. Brouwer is dood. Brouwer is dood. Brouwer is fucking dood, zeg ik. Jongens, dat was Brouwer. Snel, 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 snel. Ik denk die komt eraan. Ik hoop dat hij hier overheen rijdt. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Gewoon een gok. Ja, hij komt hier aan. Hij komt hier. Gewoon een gok die ik neem. Ik heb daar een landmijn neergegooid. Dus de vraag is of hij er overheen rijdt. Maar ik hoop het wel. Die tank die gaat er overheen rijden, jongens. Die tank gaat er overheen rijden. Wat, hij weet waar ik zit, serieus? Fuck my life, ze weten waar ik zit. Ik moet even denken. Die tank die kan sowieso niet meer rijden. Dus ik kan hem nu heel langzaam, heel mooi uitschakelen. Ik weet alleen niet precies waar ik hem moet raken. Ik denk daar. Daar. Daar ja. Oké, nu moet ik hier weg. Kijk, ik weet nu in ieder geval waar ik hem moet raken. Maar dat gaat nog best wel lastig worden. Weet je wat ik eerst even doe? Ik hiel mezelf even. Ik ben best wel hard geraakt namelijk net. Zo, en dan kan ik nog een koker erin knallen. Kijk, zit er nog één in, zit er nog één in, zit er nog één in. Ik heb sowieso armored piercing rounds. Wacht, ik heb nog armored piercing rounds. Oh fuck, ja, hiel jezelf nog een keer, joh, lul. Ik heb nog armored piercing rounds, man. Tripmine. Oh, je switch ammo. Ja. Kijk, oké, nu heb ik armored piercing rounds erin zitten, jongens. Er zit even wat sterker. Ik heb er maar 5, daar niet van. Maar dat is meer dan genoeg, man. Hoppa. Ik denk dat die kapot is. Nee, oh, hij is kapot. Tiger destroyed. Hij is alleen nog niet helemaal kapot. Ik moet even kijken of ik die vent die er bovenin zit kan killen. Jou dus. Oké, weer even ammo switchen. Zo. Even normale ammo erin. Dank je. Er is één iemand weggelopen. Oh, daar. Doei. Niet voor me wegrennen, man. Kom op. Beetje aardig zijn voor elkaar. De ballen. Hoppa. Oké, okay, zo. Dat was iedereen. Die tank is kapot. Die tank is ontploft. Iedereen die er is, dat is dood. Nou ja, Brouwer die zat boven die toren. Die is dus ook dood. Dat is nou net een beetje jammer. Maar ja, daar kunnen wij ook verder niks aan veranderen.
En we moeten weer verder naar onze andere objective. Want dat is naar de kluis toe. Want we hebben natuurlijk nu de combinatie van de kluis. Ik verwacht niet dat er nog mensen hier zitten. Want we hebben hier al iedereen vermoord. Dus we kunnen gewoon langzaam... we kunnen langzaam gewoon doorlopen. Weet je wat ik voor de zekerheid even doe? Ik leg hier even een tripmine neer voor als... Ik leg heel veel een paar tripmines neer, want blijkbaar zitten hier heel veel mensen. Die ik niet door heb gehad. Fucking hell. Zo, ik dacht ik ga gewoon even schieten. Want ik heb nu toch tripmines neergelegd. Dus laat ze maar komen, man. Ja, jij loopt mijn mijn in, dankjewel. Oké. Het zijn er best wel veel. We kunnen gewoon ze rustig afschieten, jongens. Gewoon rustig aan. Dit is even een mooi schot. Dit is een mooi schot, jongen. Door zijn nek heen. Oh my god, die is hard. Die is hard voor hem. Yep, die gaat ook raken. Let's go. Let's go. We hebben een goede positie, hoor, hier. We hebben een hele goede positie. De ballen, jongens, zit er nog een naast. Ik moet wel reloaden, zit er nog een naast. Zit er nog eentje achter die steen. Ah, oh, lucky bastard die je bent. Dan maar op de Jeraski manier. De ballen, jongen. Zit er nog één achter die steen. Ik laat ze lekker naar mij toe komen, we hebben hier toch dekking. Dus als ze schieten zijn ze de lul. Zit er daar nog een, man? Let him come to us. Ja, ik kom wel hoor, geen probleem. Ik zie hem. De ballen, jongen. Ik zie die andere ook. Lucky bastard die je bent. Lucky bastard. Ik weet niet hoeveel er nog zit hoor jongens. Het is voor mij ook nu een gok. Zit er hier nog één achter? Oké, die heb ik allemaal. Hier, daar liggen ze allemaal hoor. Oké, die auto, daar zijn ze allemaal uitgekomen. Ik had niet verwacht dat er zoveel versterking kwam, man. Maar dat maakt het verder niet uit. Ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent hoor, vriend. Maar dat is niet zo handig van je wat jij aan het doen was. Ik ben er in ieder geval dood. Oh kak, deze heeft geen ammo. Waarom heb je nou geen ammo? Geef me even mijn eigen wapen terug dan. Dank je. Alright, waar zit die kluis? Hier, hoppa. Open de kluis maar, wat zit erin? Oeh. Oeh. We gaan hem ook meteen afspelen, maakt niet uit. Play the video. Panzer. Der Stolz des Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe, von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzer. Ik moet zijn lichaam ophalen, man. Oh, kut. Komen allemaal snipers. Komen allemaal snipers. Dit gaat lastig worden. Kijk, nu moet het rustig gaan. Want er zitten nu dus allemaal snipers.
even opletten op die snipers. Dat is de enige sniper die ik tot nu toe zie, man. Ik weet niet waar die andere sniper zit. Zien jullie hem? Hij jaagt in ieder geval dood. Ik weet niet waar je buddy is, maat. Maar oké. Okay. We wachten even tot een helikopter over kan vliegen. Of een vliegtuig bedoel ik, sorry. En dan pakken wij hem. Ik weet alleen niet waar zijn maatje is. Maar daar moeten we wel op gaan letten. Ik weet niet waar zijn maatjes, man. Ik had een vliegtuig aan. Hij was te ver, man. Hij was te ver. Ik weet niet waar zijn maatje is. Je zou zeggen dat hij hier ergens is. Ja, ik zie hem. Oké, let op deze jongens, let op. 3, 2, 1. Dat is nou jammer, vriend. Dat is nou jammer. Ik moet wel oppassen, want er kunnen er natuurlijk nog meer zitten. Oh, in de toren. In de fucking toren. Zit er nog een, zit er nog een, zit er nog een. Zit er nog ergens een sniper, jongens? Oh ja, even wat ammo pakken. Ammo, dank u. Kijk, hij zit hier, jongens, hier rechts van. Eerlijk ben denk dat ik hier, dat hij hier bovenop staat. Hier, bovenop dit huisje. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Yep. Alright. Ik denk dat dat ze wel waren. Ik denk dat dat de snipers wel waren. Ja, dat waren ze. Kan niet anders, man. Oh. 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 Zijn lichaam. We hebben hem begraven met zijn sniper erbij. Nou, hij heeft ons heel goed geholpen. Hij heeft namelijk wel één target voor ons kunnen spotten. En that's it. Dat is alles wat hij heeft gedaan. En daarna was hij dood.
Dus hij heeft helemaal niks gedaan. We hebben wel niks begraven, dood. Dat sowieso wel, maar... Ja. Sorry, man. Sorry. Het spijt me, ja. Het spijt me, hoor! Het spijt me! Nou, we zijn level up, jongens. Daar gaat het sowieso natuurlijk om. Dat houdt weer in dat we nieuwe dingen hebben vrijgespeeld. Wat we precies hebben, dat is de Lee Enfield Marksman 3. Dus ik ga hier bij deze aflevering afsluiten. We hebben de missie weer gehaald. Dus mocht u daarmee hebben genoten... Rap natuurlijk zoals elkaar de like op. Ik hoop jullie natuurlijk weer te zien morgen bij een nieuwe aflevering. En we hebben 61 kills. Netjes, netjes. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye bye.